Journalisten in Suriname raken geconfronteerd met een ernstige bedreiging op de persvrijheid. Dit stelt Vish Mohani Thomas, hoofdredacteur bij nieuwswebsite Suriname Herald. Ze sprak vandaag op een persconferentie georganiseerd door een groep bezorgde journalisten en hoofdredacteuren. Thomas merkt op dat het recht van het publiek op informatie wordt belet met aanvallen op mediahuizen via digitale platformen. Zoals u wellicht weet, worden nieuwsberichten van betrouwbare media steeds vaker opzettelijk gerapporteerd op social media platformen, zoals Facebook, voornamelijk Facebook. Deze gerichte actie ondermijnt niet alleen de vrijheid van de pers, maar ook het recht van het publiek op eerlijke en onafhankelijke informatie. Met de verkiezing voor de deur zien wij dat deze situatie mogelijk verder kan escaleren. Dit vorm van reële bedreiging voor de toegang van samenleving tot essentiële nieuwsvoorziening. Thomas merkt verder op dat er sprake is van georganiseerde pogingen om verschillende media te beperken op digitale platformen. Hoofdredacteur bij Star News, Nita Ramcharan, geeft aan dat het niet alleen om de media draait. De burgers kunnen dan ook niet hun stem laten horen via die platformen. Dus het gaat niet alleen om media, maar om vooral het publiek. Want als je je niet meer kan uiten, een pagina wordt gerapporteerd of is eruit, nou dan betekent dat het voor iedereen een groot probleem wordt. Wat Star News betreft, we hebben een aantal keren meldingen gehad van onschuldige berichten, politieberichten en dat soort zaken, wat helemaal, weet je, met bron en al. Dus je vraagt je af welke regel je hebt overtreden. We hebben ook vaker geklaagd erover, de meeste dingen waren opgelost. Maar in september, deze maand, merkten we dat zaken niet meer opgelost worden. Vertegenwoordigers van ABC TV, Razonic TV en andere collega-mediabedrijven gaven ook aan dat hun digitale archieven zijn geblokkeerd, gehackt of overgenomen door hackers. Journalist bij ABC, Samuel Blankendaal, verklaarde de aanvallen op de digitale platformen al enkele jaren plaatsvindt, maar steeds ergere vormen aannemen.